Welkom bij deze opname voor warmtepompen. We zijn te gast bij Schippers Installatie BV in Huizen. Deze video wordt georganiseerd door de Hilversum 100 om mensen te informeren over warmtepompen en alles wat daarmee samenhangt. Het is geen verkoopvideo, maar echt puur bedoeld als informatie over warmtepompen. Oké, minder of geen fossiele brandstoffen, maar wat dan? Wat zijn dan de alternatieven? Als we gaan kijken naar het eerste, de zonnevelden en windmolenparken, we weten dat dat niet geplaatst mag worden in Gooi en Vechtstreek. En natuurlijk kunnen we dat bij de buren vragen, Flevopolder of Noordzee. De vraag is, willen we dat? Twee, ja, dat is echt mooi, hè? Zo'n nieuwe kerncentrale. Maar ja, helaas, ze willen zo'n oud kring wat daar staat van Bosselen. Maar wat dacht je van, het is al zo oud, hè? Maar dan veel kleiner. Neem deze onderzeeboot. Die kan 7,5 keer de aarde rond op één lading. Nee, ik richt me eigenlijk meer op thorium. Thoriumcentrales, dat is veel toegankelijker. Ze worden gemaakt vaak in zigzags, een soort zeecontainer. En elke zeecontainer heeft een bepaald vermogen. Dus je gaat kijken hoeveel vermogen is er nodig. En zoveel containers zet je neer. Je overkapt het in een klein beetje in het geheel. En dan zie je dit hier. Nou, dit is eigenlijk een plaatje. Maar wat zijn dan de voordelen van? Nou, thorium is goed beschikbaar. En heel belangrijk, een pull-down is niet mogelijk. Dus de angst van dat die uit elkaar knalt, dat kan niet. Maar heel belangrijk is dat zo'n centrale goed regelbaar is. En dat is een normale uranium niet. Dus je kan goed regelen bij veel zonnestroom en windstroom. Het is eigenlijk gewoon elektrische energie die je krijgt. En als alles in één keer wegvalt, dan kan zo'n centrale dat makkelijk opnemen. Nou, hier is een keer een enquête gehouden. 3 kerncentrales of 70 miljoen zonnepanelen. Ja, ik zou het wel weten. Aquathermie. Dat is behandeld in Gooise meren. Ah, misschien dat we het ook nog eens een keertje in Hilversum doen. Maar zeker waarschijnlijk in Weidemeren, want daar is veel water. Aardwarmte. We hebben aardwarmte al 2 keer besproken. De eerste keer was in het raadhuis en het ging over warmtenet. Kijken hoeveel warmte je uit de aarde kan halen, geschikt om een warmtenet te maken. Maar eigenlijk heb ik persoonlijk liever dat andere. Die aardwarmte omzetten in elektriciteit. En dat kan ook. En het is ook behandeld halverwege december bij de IVN. Kleine windturbines. Ja, ik bedoel hier niet mee dat we allemaal van die grote windturbines in de tuin gaan zetten. Want je ziet de laatste regel. Als je een grote turbine wil hebben, een windmolen, dan zou je echt toestemming van de gemeente willen hebben. Maar dat bedoelen we eigenlijk niet. Maar als je naar het noorden gaat, zie je heel veel van dit soort die daar staan, deze windturbines. Maar wat dacht je van deze? Ze zijn gewoon te koop. 12 volt, 500 watt. 200 piek. Maar pas op, 500 watt doet hij alleen als hij vol vermogen draait. En je hebt er natuurlijk een accu voor nodig en andere dingen. Ja, en dan het mooie. Een sesamwarmteopslagsysteem. En dan moet ik gelijk denken aan vroeger van de hooikist. Mijn oma en opa hadden hem, mijn ouders hadden hem. En dat was gewoon een grote kist, helemaal met dekens. En als mijn ouders dan iets hadden verwarmd, dan zetten ze dat in die kist. En dan gaarde die als het ware vanzelf op. Maar dat is een beetje hetzelfde. Dit is een grote bak. En die bak is compleet gevuld met hoogoverafval. Of bazalt. Er zijn andere mogelijkheden ook voor vulling. Maar dan moet je opletten. 1 kuub is 250 kilowattuur. Ik weet niet hoeveel u thuis gebruikt een kilowattuur. Vermenigvuldig dat. Nou, stel dat je 1200 kuub gas hebt. Dan is het ongeveer 11.000 kilowattuur. Als je dat deelt op elkaar, 44 kuub. Ja, wat is 44 kuub? Nou, dat is ongeveer 3,5 bij 3,5 bij 3,5 meter. Dus is die bak 3,5. Maar pas op, er zit een isolatielaag in.
een isolatielaag van 50 centimeter. Zomers wordt die opgewarmd door zonnepanelen en heb je voldoende energie om het hele jaar dit terug te krijgen. En als het in de winter de zon schijnt en de zonnepanelen vangen energie op, dan voert hij het weer rustig terug. Het is niet direct geschikt voor een flat, maar wel voor de eigenaar van die flat, die een grote hoeveelheid neer kan zetten. Pas op, als je een tuintje hebt van 4x4 en je zet daar zo'n apparaat neer, dat kan niet. Want dan kan je je water niet kwijt, je afvalwater. En dan hebben we het over warmtepompen. Nou, vandaag gaan we er eens dieper op in. En we hebben een deskundige in huis gehaald. Maar voordat we daar gaan we eerst even naar een principe kijken. Verdampen. Condenseren. Die twee horen bij elkaar. Als ik water in de kook ga brengen, dan moet ik energie erin stoppen. Tot het water gaat verdampen. Die energie komt weer vrij als ik ga condenseren. Als ik iets ga samenpersen, dan worden die moleculen die worden samengeperst. Ze gaan heel snel trillen. En hoe harder ze trillen, hoe hoger de temperatuur. En het laatste, een condensator. Daar trek je als het ware die moleculen weer uit elkaar. Als ze uit elkaar gaan, dan bewegen ze wel, maar ze botsen ook niet meer zoveel tegen elkaar. Dan zakt de temperatuur. Ja, en dan is het gewoon, dit is een warmtepomp. U kan gewoon een koelkast gebruiken. Want wat is nou het principe? U heeft een koelkast met een ruimte erin. En hier ziet u een zwarte lijn. Dat is eigenlijk de radiator die aan de achterkant zit. Die koelkast bevat lucht. Gewone warme lucht. En als je nou aan gaat zetten, dan wordt die warmte uit die ruimte getrokken. Maar ja, die moet je wel kwijt. En dan kan hij kwijt aan dit paneel. Met andere woorden, u kunt gewoon uw koelkast in de keukendeur zetten. U zet de koelkastdeur open. Erg handig als u er wat in of uit moet halen, maar dat is een andere zaak. De buitenlucht gaat er gewoon in. En aan de achterkant in de keuken komt de warmte vrij. Voordeel: als het heel erg warm is, bloedheet, dan keert u het om. En dan wordt de hele zandkamer in de keuken warm. Dan heeft u gewoon een automatische koeling. Hier ziet u het nog een keer een beetje het principe. U ziet hier de koelkast met gewoon zeg maar redelijk warme lucht. En u ziet hier een vloeistof zitten die normaal een lage temperatuur heeft. Ver onder nul. En wanneer hij die warmte tegenaan komt, dan wil die vloeistof gaan verdampen. Die wil gaan koken. En dan komt dat boven en dan komt hij daar bij die compressor en die duwt het zaakje in elkaar. En dan zou alles warm worden. En die warmte moet hij kwijt aan het rooster wat aan de achterkant zit. En dan zie je dat via een expansieventiel het zaakje weer rondgaat. U ziet het hier nog een keertje. Beetje natuurkundig. Dit is de koelkast. Dit is die zwarte achterkant. Dit is die compressor. En dan zijn we nu aangeland bij een stukje waar ik minder van weet. Maar daarvoor hebben wij Jacques uitgenodigd en gevraagd. Jacques, wil jij eens exact komen vertellen hoe en wat? MUZIEK.